Ik ben Almiroen. Ik ben 24 jaar oud. Ik heb mijn bachelor aan de VU afgerond, gezondheid en leefwetenschappen. Ik ben momenteel aan het werk als medisch acceptant en doktersassistent in het ziekenhuis. En lekker tussenjaar, dus hopelijk in september mijn master beginnen. Nou, de eerste keer dat ik in aanraking kwam met mentale problemen was eigenlijk in het begin van mijn studietijd. Ik heb toen last gehad van klachten van overspannenheid. En dat is wat verergerd. En later ook heeft zich dat geuit in een angst- en paniekstoornis. Het gaat gelukkig wat beter. Alleen, dat is best wel uiteindelijk een lange periode geweest in mijn leven en in mijn studententijd eigenlijk. Het voelde alsof het eigenlijk allemaal wel goed ging. Mijn leven was gewoon, ik was gewoon mijn leven aan het leven. En op een gegeven moment was het een soort van, had ik echt te laat aan de bel getrokken. Dus dat voelde alsof het uit het niets kwam. Terwijl ik de eerste paar signalen had ik misschien wel kunnen oppikken. En dat is niet gebeurd. En dat is vooral dat ik eigenlijk te druk bezig was. Ik was het helemaal aan het volplannen. Ik ga zelf best wel goed op sociaal contact. Dus ik was ook wel echt mijn agenda helemaal aan het volplannen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het gewoon allemaal eigenlijk iets te veel werd. En toen ben ik wel hulp gaan zoeken. Ik denk dat ik op zich best wel een goed vangnet had qua mensen waarmee ik het over kon hebben. Dus ik denk dat dat niet eens per se het probleem was dat ik er niet over had. Het was denk ik meer het probleem dat ik er niet goed bij stil stond. Dat ik niet bewust was van wat ik precies voelde en ervaarde. En ik denk dat er voor studenten zeker ruimte is om fouten te maken. Ik denk alleen dat wij het onszelf heel erg opleggen dat alles maar goed moet gaan. En dat wij onszelf erg het opleggen dat, dat alles in één keer moet. En dat we het allemaal heel druk hebben, spreekt denk ik voor zich. Alleen soms is het ook goed om een stapje terug te doen. En soms is het ook goed om erbij stil te staan dat je iets even niet hoeft te doen. Waarom denk je dat studenten het moeilijk vinden om te praten over hun gevoelens? Ik denk dat studenten niet eens per se slecht over hun gevoelens kunnen praten. Ik denk eerder dat het idee nog heel erg heerst dat gevoelens gekoppeld zijn aan identiteit. Dus als iemand niet zo lekker in zijn vel zit en er misschien wat minder vaak is, dat diegene ineens saai is of dat idee heel erg misschien bij jezelf oplegt, gaat natuurlijk ook de andere kant op. Dus ik denk dat als we dat idee een beetje los kunnen laten, dat er ook makkelijker over gevoelens gepraat kunnen worden. Wat zou je andere studenten mee willen geven? Ik zou aan andere studenten vooral mee willen geven, gekeken naar mijn eigen ervaring. Als het niet zo lekker met je gaat, trek op tijd aan de bel. Heb het met je vrienden erover, heb het met je familie misschien erover. En bespreek ook vooral waar jij je comfortabel bij voelt. Praten over mentale gezondheid is heel belangrijk. Praat mee op 24 juni tijdens het Mental Health Café.